COVID was de insteek voor vandaag. Mijn verhaal gaat niet zozeer over de COVID-periode, want wat gebeurde er nu eigenlijk? We hebben niet zo heel veel nieuwe dingen gedaan. Maar we konden wel opeens heel veel tijd en geld en middelen verschuiven van de offline wereld naar de online wereld. En dat heeft wel degelijk een versnelling teweeg gebracht. En dat hoefden we niet meer uit te leggen, want het museum was dicht. Dus dat was op zich, het had ook voordelen, laat ik het maar even zo zeggen. Dit is hoe wij in de offline wereld eruit zien. Het Nationaal Museum van Wereldculturen, zeg ik altijd, is een museum dat niet bestaat. Want het is de organisatie achter deze vier musea. Wij programmeren vaste tentoonstellingen en wisselexposities. Die wisseltentoonstellingen die reizen over minimaal 2 van onze 4 locaties. En dat is voor zo'n klein land, was dat best even wennen, maar blijkt eigenlijk dat daar wel degelijk een publiek voor is. Om het even concreet te maken, de afstand met de auto tussen Amsterdam en Leiden is 50 kilometer. Als wij een succesvolle tentoonstelling in Leiden vervolgens in Amsterdam gaan programmeren, dan zult u misschien denken, ja, die heb je toch al lang al met de trein bezocht? Dat is niet zo. Die tentoonstelling gaat in Amsterdam minstens net zo hard als in Leiden. Dat betekent dus dat als je hierover gaat nadenken, dat er vast enorm veel publiek is dat wij niet bereiken. Omdat die niet bereid zijn die 50 kilometer te reizen. In COVID-tijd kwamen ze sowieso niet, want ze mochten niet. Dus je laat een enorm potentieel aan bezoekers liggen als je je beperkt tot de offline wereld. Wij zijn een missiegedreven organisatie. Wij willen graag inspireren tot wereldburgerschap. En wereldburgerschap is voor ons dus niet diegene die het vliegtuig pakt en de hele wereld overreist. En wereldburgerschap gaat over dit wat hier op deze slide staat. En het gaat vandaag heel vaak over businessmodellen, verdienmodellen. Voor ons is impact dus vooral belangrijk. We willen niet alleen geld verdienen. Dat geld is een middel. Wij willen vooral impact maken. Onze organisatie, die vier musea die bijhalen, hebben hun collecties allemaal opgebouwd in de koloniale tijdperk. Dus wij hebben ook iets uit te leggen aan het publiek. Want die objecten, die hebben best een complex verleden, net als de organisaties waar ze zijn verzameld. En dat is belangrijk voor de rest van het verhaal. Je ziet hier op het plaatje van de wereld, zie je dan ook de herkomst van onze objecten. De aantallen zijn misschien wat klein. Maar het zal je niet verbazen dat Oceanië eigenlijk het gebied is waar wij het grootste omvang objecten hebben verzameld in het verleden. En digitalisering was tot, laten we zeggen, 5-6 jaar geleden gefocust op 3 punten. Die kantoorautomatisering die ging best lekker, want we hadden 4 verschillende locaties, dus we moesten eigenlijk al wel online samenwerken. Dus van 4 locaties naar vooral thuiswerken was eigenlijk niet eens zo'n grote stap. Websites en socials waren belangrijk en we digitaliseerden onze collectie. En die brachten we vervolgens ook naar het web. Dat waren eigenlijk de 3 pijlers daaronder. En daar is wel het een en ander veranderd. En ik ga in deze presentatie per punt jullie vertellen wat daar dan veranderd is. Dit is onze objectwebsite. Nou, even terug naar die koloniale herkomst. Een van de grootste klachten vanuit de voormalige kolonie, de gemeenschappen die daar wonen, is dat we als land en als instituut niet transparant zijn over wat we in het verleden hebben verzameld. Dit is ons antwoord. Misschien kun je je voorstellen dat als je dit ziet en je woont op Paaseiland, wat alleen maar door Nederlanders en Vlamingen Paaseiland wordt genoemd, maar door die mensen zelf natuurlijk niet. Als je dan op zoek gaat naar collecties die verzameld zijn op Rapa Nui, want zo is hoe zij hun eiland noemen, kun je je misschien voorstellen dat deze website jou niet het antwoord gaat geven. Dit is een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren onder druk van het publieke debat wat we op dit moment ervaren. 2D, fotografie, daar zijn we nog niet mee klaar. We hebben meer dan 450.000 objecten verzameld. Ik denk dat we ergens op 90% zitten. Dus we hebben nog even te gaan en ik denk dat we al 20 jaar bezig zijn. Ondertussen staat de volgende technologie al om de hoek. 3D. En 3D is op dit moment voornamelijk gestuurd door de vraag vanuit de tentoonstellingsmakers. Dus 3D-digitalisering wordt vooral gedaan in relatie tot het ontwikkelen van een van onze tentoonstellingen. En dat verloopt niet altijd even succesvol. Dit is een van de plaatjes uit een van de eerste experimenten die wij met 3D deden in het museum. En u kunt zich voorstellen, hiermee gaat u geen enkele bezoeker in de metaverse overtuigen. Dit is met een handscanner gedaan. De lichtinteractie op het beeld blijft altijd hetzelfde. Dus het maakt niet uit hoe je dit beeldje op je scherm ronddraait. Het lichtplek zit altijd op zijn kale hoofd aan dezelfde kant. De onderkant kon niet mee worden gedigitaliseerd.
En de stofuitdrukking laat ook te wensen over, zoals je hier kunt zien. Wij vonden, eerlijk gezegd, dat dit niet heel veel waarde toevoegde aan het verhaal dat we vertellen. Toen kwamen we op het pad van een start-up in Nederland, het bedrijf Floatscans. En die ontwikkelde deze time machine, zoals ze het noemen. En zij liet ons eigenlijk voor het eerst zien wat er echt haalbaar was op het moment dat je op een hele hoge kwaliteit 3D ging scannen. Zij doen dat door verschillende soorten opnames te maken, waaronder dus ook die lichtinteractie nog eens apart. Als je dan al die lagen in de computer bij elkaar optelt, dan komt er een bijna levensecht beeld uit. En wij ontdekten gaandeweg dat juist het uit elkaar trekken van die lagen een onderzoeker weer een nieuw beeld ging opleveren. Want opeens zagen we fingerprints en allerlei andere dingen die we met het blote oog op het object zelf niet meer terugzagen. En hier zie je dus hoe die lichtinteractie werkte. Deze scan was eigenlijk een van de eerste scans die we hebben gemaakt met Floatscan samen. En die viel precies in de COVID-tijd. En dat maakte het eigenlijk wel interessant. We zien links een bezoeker voor het originele object. De 3D-variant is bij ons nooit de vervanger van het originele object, maar een manier om het verhaal beter te vertellen of te delen met een groter publiek. Die tand die heeft een gravure die van onderaf begint en helemaal doorgaat naar de top. Dat is een lopend verhaal. Dat kun je met 2D, met gewone fotografie, eigenlijk nauwelijks goed in beeld brengen op een manier die voor de bezoeker nog begrijpelijk is. Dus wij wilden dit verhaal op een andere manier laten zien. Wij hebben een 3D-scan laten maken op deze hoge kwaliteit om te zorgen dat we dat roze ding konden printen. Die is expect roze, zodat de bezoeker ook begrijpt dat het om een kopie gaat. Maar het was coronatijd en eigenlijk bleek die 3D-scan in de VR-versie heel goed op je eigen bureau te kunnen functioneren voor de onderzoeker die dat verhaal op afstand ook wilde gaan bekijken. En dat triggerde bij ons opeens een hele wereld aan mogelijkheden om deze collecties te delen met wereldwijd gelokaliseerde onderzoekers, kunstenaars, iedereen die maar iets wil met die collectie. Dus zo zagen we eigenlijk dat de kwaliteit van die scan zich direct ging vertalen in bruikbaarheid. En misschien kun je je voorstellen dat zo'n kwaliteitsscan ook betekent dat je met die objecten iets kan in de metaverse. En erfgoed gaat over heel veel verschillende dingen, maar het gaat zeker over identiteit. En als iets een sleutelwoord is in de metaverse, we zagen het al even aan de 25-jarige avatar, wat je gaat doen is een nieuwe identiteit voor jezelf en voor je organisatie opbouwen in de metaverse. Erfgoed is heel goed in het tonen van identiteit en het verbinden van mensen. Een belangrijke om te onthouden als we gaan nadenken over de metaverse volgens mij. Die 3D-scans die konden vervolgens ook nieuwe storytelling mogelijkheden losmaken. Dus wat we hebben gedaan is dit scherm, het is een kamerscherm uit Japan van een hele bekende Japanse kunstenaar. Die staat opgesteld in onze vaste opstelling. Maar daar zaten zoveel verhalen aan vast. En die paste niet in ons standaard tekstbordje van 200 woorden. Dus ook hier moesten we iets doen om dat verhaal te gaan vertellen. En dat hebben we gedaan door een experience, een online applicatie te bouwen waar al die verhalen in zitten. Samen met 3D-gescande objecten, met geluiden, zoveel mogelijk verschillende manieren om dat te vertellen. Als je hem nog niet hebt gezien, dan kun je de QR-code even scannen. Sla de link vooral op. Want er zit ook muziek onder en volgens mij ben je enorm afgeleid als je er nu in gaat duiken. Maar misschien iets voor de trein terug bijvoorbeeld. Corona was voor ons wel het moment dat we ervan overtuigd waren dat we dit verhaal niet alleen maar op zaal moesten gaan vertellen, want de content was veel te groot. Maar dat we de juiste ervaring moesten maken die je ook thuis kon benaderen. Of je dat nu doet vooraf aan je bezoek, achteraf aan je bezoek. Of terwijl je in Japan woont en misschien helemaal nog nooit naar Nederland op vakantie zou gaan. Dus we hebben een applicatie gebouwd die zich verschillend gedraagt afhankelijk van de locatie waar je bent. Maar wel altijd het hele verhaal vertelt. En dit is een ander project. Want ik zei al even, we hebben in coronatijd niet zo heel veel anders gedaan. Maar we hebben eigenlijk meer de volumeknop opengedraaid. Wij hebben naast die 450.000 objecten ook bijna 1 miljoen foto's. Waarvan heel veel zijn genomen in voormalig koloniale gebieden. En de wiki-gemeenschap vraagt ons actief om het uploaden van deze foto's, omdat zij graag met gemeenschappen die verbinding willen maken. Deze foto's hebben we grotendeels nog niet gedigitaliseerd. Het kost geld, het kost veel geld om dat te doen. Het kost zoveel geld om het snel te doen.
Maar het annoteren van deze foto's met metadata over wat je ziet, waar het gemaakt is, door wie het gemaakt is, al die dingen meer, die toevoegen is in onze normale organisatie goed voor decennia werk van vele mensen. Dat kan dus helemaal niet. We kunnen deze foto's niet snel beschikbaar maken. Tenzij we gebruik maken van AI en crowdsourcing. Dus niet crowdfunding, maar crowdsourcing. Dus in dit najaar gaan we een platform lanceren waarin al deze foto's worden aangeboden. En waarin we een crowd gaan bouwen van bezoekers rond, in dit geval dan erfgoed uit Indonesië, die geïnteresseerd zijn om deze foto's te helpen annoteren. Je hoeft helemaal niets van Indonesië te weten om het te kunnen doen. Wat we wel kunnen doen is projecten klaarzetten op verschillende niveaus. Dus juist als jij al een geschiedenis hebt voor verleden met roots in Indonesië, je hebt wel meer voorkennis, dan kun je die voorkennis ook inzetten door gewoon een ander type project te kiezen. We doen nu op dit moment de eerste gebruikerstesten. En we hebben daar AI aan gekoppeld om te zorgen dat we dat algoritme gaan trainen, zodat we uiteindelijk ook kunnen ontdekken of deze algoritmes ons gaan helpen om dit proces te versnellen. Dus aan de ene kant gaan we de menskracht van de crowd gebruiken en aan de andere kant gaan we kijken of we die computer zo slim krijgen. En een van de uitdagingen die je daarbij hebt, algoritmes worden natuurlijk al heel veel gebruikt voor beeldherkenning, maar de telefoon in jullie zak ziet er totaal anders uit dan de telefoon een eeuw geleden. En de algoritmes van vandaag voor beeldherkenning zijn doorgaans getraind op de telefoon die jullie nu in je zak hebben zitten. Dus dat is een van die uitdagingen. Volgens mij naderen we het einde van de 10 minuten. Dus ik vat nog eventjes de lessons learned samen. We gaven heel veel lezingen ook in onze musea. Die zijn we natuurlijk gewoon digitaal gaan aanbieden. De experience die rond dat Japanse scherm bieden we ook digitaal aan. Als we digitale content maken die we in ons gebouw aanbieden, dan zeggen we, je hebt dan een kaartje gekocht, die wordt gratis aangeboden. Digitaal hebben wij gedacht, gaan we gewoon experimenteren. En we vonden het best lastig om geld te vragen. Dat is vandaag ook al een paar keer voorbij gekomen. Dus we hebben er gewoon een geefknop aan toegevoegd. En door dat te doen hebben we gezien dat het publiek eigenlijk best bereid is om te betalen of te doneren voor digitale producten. En dat zit erbij een ervaring van ongeveer een half uur. Zo'n beetje rond de 7,50 tot een tientje. Dus die 12,50 die we net voorbij kwamen, lijkt mij inderdaad een hele goede deal als je 3 weken wordt entertained. Toegankelijkheid is minder vanzelfsprekend dan gedacht. COVID heeft ons absoluut de ogen geopend voor een doelgroep die we nog niet bereikten. En die we waarschijnlijk ook nooit zullen bereiken. Dus het gaat niet alleen om die herkomstgemeenschappen uit die voormalige koloniën die we willen bereiken. Dat aantal mensen wat in Nederland woont of in Europa woont, dat ons nooit zal bezoeken. Daar kunnen we wel degelijk impact maken door de juiste producten te maken. En de content die we maken, de content die we bewaren in de vorm van onze collecties, proberen we dan ook steeds opnieuw in verbinding te brengen met het publiek. In het museum, maar ook op het web. En als je dat wilt doen, dan vraagt dat echt om een centrale aanpak. Want opeens worden er dan ook eisen gesteld aan het beheer van al je digitale assets, de componenten waaruit je die dingen produceert. Het betekent eigenlijk dat opeens iedere afdeling in je organisatie daarmee aan de slag moet kunnen. In plaats van alleen maar de datamanagers die je collectiebeheersysteem volledig doorgronden. Het laatste punt, en dat is denk ik een hele belangrijke voor de erfgoedsector. In een impactgerichte organisatie maak je andere keuzes. Dan moet je dus ook anders na gaan denken over verdienmodellen, impact maken en wat betekent digitale content. Wij maken digitale content, maar we zullen nooit zo worden als een mediabedrijf. Ik denk dat de kracht van musea is dat je de tijd eroverheen laat gaan om nuance aan te brengen in het verhaal, om onderzoek te doen. En dat betekent dat je content dus een hoge betrouwbaarheidswaarde hebt. Als je daar vast blijft houden, dan zal het publiek dat ook herkennen. En dat is voor ons de manier waarop wij impact maken. Dank jullie wel.